Maar eerst, het wielerseizoen is officieel al begonnen. Maar voor veel mensen begint het seizoen pas echt met Omlopend Nieuwsblad. Nou, dat is op zondag 27 februari. De Vlaamse voorjaarsklassiekers geldt als aftrap van het klassieke seizoen. Voor de leker onder ons, zoals Niels, ook niks van wielrennen weet. Dat zijn eendagskoersen, zoals de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Iemand die dit voorjaar een rol van betekenis wil gaan spelen, ja, dat is Maurits Lammertink. En de in Enter geboren renner is nu aan de lijn vanaf zijn trainingskamp in het zonovergoten Spanje. Maurits, goedemiddag. 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 Hoe is het op trainingskamp? Goed. Heel goed weer eigenlijk hier. Dus we in perfecte omstandigheden kunnen wij onze trainingen gewoon doen. Ja, want heb jij nog van de sneeuw genoten of zit jij al te lang in Spanje en heb jij het helemaal niet meegekregen? Nee, ik was vorige week nog in Nederland. Ik ben vorige week vrijdag ben ik dan vertrokken naar hier. Dus ik heb eigenlijk nog een hele week kunnen genieten van de sneeuw. Lekker spelen met die kinderen in de sneeuw. Dus dat was leuk. Leuk. En jij bent nu op trainingskamp. Jij hebt volgens mij jouw eerste race al gehad. In Marseille, als ik het goed heb. De La Marseillaise. Ja. Waar bereid jij je nu op voor? Normaal gesproken zijn nu allemaal voorbereidingswedstrijden in Spanje. En die zijn dus allemaal afgelast vanwege de corona. Dus hebben ze bij de ploeg toen besloten om een extra trainingskamp te beleggen. Om ons toch klaar te stomen voor de klassiekers die er straks aankomen. Dus, wat doe je eigenlijk op zo'n... Ja, daarvoor zijn we hier. Wat doe je eigenlijk op zo'n trainingskamp? Wat gebeurt daar allemaal? Vooral we fietsen veel. Hè? Ja, dat snap ik. Maar goed, dat kun je ook in Nederland doen. Goed, hier heb je wel de bergen natuurlijk en het goede weer. Kijk, begin februari is dit gepland. En ja, normaal gesproken is het in februari gewoon slecht weer in Nederland. En dan kan je beter hierheen gaan om zeker te zijn van goed weer. En dan om dan zeker je trainingen te kunnen doen. Ja, met hoeveel mensen, hoe groot is jouw team? Met hoeveel mensen zit je daar dan samen in die training? Hier zijn we maar met een deel van de ploeg. Sommige jongens die rijden een wedstrijd in de UAE, in de Verenigde Emiraten. En een ander deel is al op hoogtestage en wij zijn hier met een klein deel van de ploeg. Oh, Emiraten was ook wel lekker geweest, of niet? Ja. maar wij zijn hier met een mannetje of 15. Ja, maar hoe ziet zo'n dag er dan? Ik ben gewoon even. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Want je zult vast niet de hele dag op de fiets zitten, toch? Ben je dan ook nog 's avonds met elkaar nog aan het kaarten of zo? Hoe moet ik dat voor me zien? We ontbijten, we stappen rond een uur of half tien uur op de fiets. Ja, dan is het 5-6 uur trainen, dus dan is het echt. Al 4 uur, 5 uur dat je er weer komt, dan moet je nog lunchen. Dan word je gemasseerd. En eigenlijk is het dan al gelijk weer het avondeten. Dus heel veel tijd blijft er niet over om nog iets te doen. Dus we zijn al blij dat we op... Dan ben je dood op, s'avonds. Dan ben je gewoon dood op. Na het eten is het gewoon slapen. Ja, in principe wel, ja. Dus s'avonds, we eten volgens Spaanse tijden, hè. Dus Je ligt nu zeg maar ook dus met iemand gewoon op de kamer of mag dat ook niet door corona? Nee, ja, we hebben wel een kamergenoot, ja. Ja, dus ik lig nu bij Taco van der Hoorn. Dus, net overgekomen? Ja, dat is al wel gezellig. Dus, dat mag allemaal. Dus, Want jullie hebben natuurlijk een World Tour kaart te pakken gekregen. Ja, er zijn aardig wat grote namen ook nog naar jullie toegekomen. Daar heb ik het over Louis Mijntje, 2 keer 2e geworden in de Tour de France. Jan Hiert, een echte berggeit. Leer jij daar nou echt nog wat van die jongens dan? Of ben jij nu op zo'n leeftijd dat je denkt, laat mij maar lekker water dragen of keihard vooraan fietsen en dan zien we het wel? Inmiddels ga ik ook al heel wat jaar mee in dit peloton, dus... Het is eerder dat de jonge gasten bij de ploeg juist dingen naar mij nu vragen. Hoe doe jij dit? Hoe denk jij hierover? Dat soort dingen.
Ja. Dus voor die gasten als Louis Mijntjes en zo, dat zal ik vooral in dienst van rijden. Ja, want wat is dan het doel? Ik hoop dat dat kan. Wat is dan het doel? Ga jij straks naar de Tour de France om te knechten voor Louis Mijntjes? Ja, dat hoop ik wel, ja. Dat is wel het plan van de ploeg. Maar ja, goed, ik sta op de longlist. Dus het kan altijd nog de andere kant opvallen. Ik ga er alles aan doen. Ik ben een leek, hè? Je praat met een expert en een leek. Dat is even goed om te weten. En die vragen net, ga je nou naar de Tour de France om te knechten voor Louis Mijntjes? Maurits, kun je eens uitleggen wat dat betekent? Kijk, de ploeg die wil met Louis Mijntjes voor het algemeen klassement gaan. En ze hebben dan ook een sprinttrein, willen ze ook mee naar de Tour gaan met Danny van Poppel. Dus ik hoop dat ik dan de klimploeg mag helpen, zodat hij in de bergen zijn ding kan doen. Ben je al wat wijzer geworden, Niels? Nee, hier zitten nog zoveel buzzwords van mij in. Maar volgens mij, als ik ga proberen dit te doorgronden, dan zijn we nog wel eventjes verder. Nee, het gaat er vooral over het knechten. Dan sta je dus in dienst van jouw kopman. Hebben we met Henny Kuiper ook over gehad eventjes. Ja. Maar je zei al eerder ook dat jij nu in Spanje bent, alle wedstrijden afgelast. Hoe is dit? We hebben vorig seizoen, toen het coronaseizoen hervat, werd even met elkaar gesproken. Maar hoe onzeker is jouw toekomst momenteel? Ja, sowieso. Je weet nu überhaupt niet of de koersen doorgaan. Dus je moet maar gewoon trainen alsof het allemaal doorgaat. En dan hopen dat het ook gewoon gebeurt. Maar het is allemaal onzeker. Dus voor hetzelfde geld zeggen ze weer in heel Europa van jongens, we gooien de boel op slot. En je mag niet meer reizen en al die dingen niet. Dus, is dat irritant? Is dat irritant voor jou als sporter dat je ergens voor traint, maar dat je niet precies weet waar je voor traint? Of ben je al lang blij dat je het huis uit mag? Nee, ik ben toch wel heel doelgericht. Dus ik moet wel een doel hebben om naartoe te werken. En dat is gewoon... Ja, super onzeker nu. Dus nou moet je maar gewoon eigenlijk jezelf voor de gek houden. En zeggen van in april moet ik goed zijn. En dan gaan we daar naartoe werken. Maar ja, voor hetzelfde geld zeggen ze in april dat alles weer wordt afgelast. Dat kan ook. En dan moet je dan weer mee om zien te gaan. En hoe heb jij jou dan in de wintermaanden, wanneer het dus helemaal niet bezig is het seizoen, hoe heb jij jou toen bezig gehouden met ook corona? Heb jij nog ergens gefietst? Of? Nee, afgelopen winter heb ik besloten om gewoon thuis te blijven, gewoon in Nederland. En gewoon trainen en met het doel in het achterhoofd van... straks in het voorjaar gaat het gewoon allemaal weer gebeuren. Dus je moet wel gewoon gericht trainen. Maar ja, het was sowieso onzeker. Maar voorlopig zijn we nu in februari alweer. En de eerste wedstrijden zijn er. Ja. En het ziet ernaar uit dat het gewoon voorlopig allemaal gewoon weer doorgaat. Dus, en je hebt ook een operatie gehad, toch? Je hebt ook een operatie gehad aan je sleutelbeen, als ik het goed heb, toch? Ja, in eind december toen. Ik ben in augustus ben ik gevallen op het sleutelbeen en die heb ik toen gebroken. En daar is toen een plaatje op gezet. Maar daar kreeg ik zoveel last van dat hij moest er eigenlijk gelijk weer uit. En dat heb ik dan eind december laten doen. Dus dat was eerst toch ook nog weer daarvan herstellen. Dus half januari toen kon ik wel weer gewoon fietsen, gelukkig. Maar het is allemaal wel allemaal kleine tegenslagjes, zeg maar, tussendoor en weer. Ja. Hey, Maurits, je zit in Spanje en ik zie achter jou een beetje licht vanuit buiten gloren. Ik weet niet, zit jij voor een laptop of iets dergelijks? Kunnen we even zien waar jij zit? Kun je die laptop oppakken en dat bekijken? Of is dat te veel gevraagd? Ben ik gewoon even benieuwd naar. Ja, ik heb een laptop, maar... Kun je die kant oplopen even? Dan kunnen we het even... Ik ben wel even benieuwd waar jij zit, wat jouw uitzicht is. Het uitzicht is niet zo heel... Is niet zo denderend?
Oh, ja, oh, je hebt wel een balkon? Ja. Oké, je zit in de binnenstad ergens. Ik dacht, je zit ergens... Nou, je hebt helemaal niks te klagen als ja. ik het zo zie. Nee, we zitten inderdaad in het centrum van een klein stadje. Hier is het uitzicht niet zo mooi, maar aan de andere kant van het hotel heb je het uitzicht over het resort van het hotel eigenlijk. En dan met het zwembad en alles. Dat is iets moois. Ja, heb je daar voor je teamgenoten die daar nu zitten om moeten vechten of niet? Nee, je krijgt helaas gewoon je kamer toegewezen. Nou, Maurits, in ieder geval dank dat we even met je konden praten. Nog even één vraag ter afsluiting. Als we Maurits Lammertink ergens zien, is dat ook op een treden van een podium? Dit seizoen of... Dat doe ik wel, daar werk ik nu wel keihard voor. Om dat dan gewoon weer te kunnen doen, zeg maar. Dus daar gaan we gewoon voor. Nou, laten we daar dan maar van uitgaan. Maurits Lammertink, coureur bij Wanty-Gobert. Dankjewel dat je ons even te woord kon staan. Ja, graag gedaan.